Bingo Town! Hi mensen, welkom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Chillen Zaterdag op Bingo Town. Ik zit hier samen met... Coda. Goed, en wij gaan vandaag Max de vrachtpiloot spelen. Heb je er ooit van gehoord? Ik heb hem nog nooit van gehoord. Ik heb ook echt geen idee. Eens even kijken. Ben je de beste piloot of een brokkenpiloot? Hoi, ik ben Max. Help me met rondvliegen en zorgen. Chillen Zaterdag. Oké, het is heel duidelijk. We gaan het eens even openmaken. Ja, handig. Oké. Heel goed. Ja. We moeten nog puzzelen. We moeten ook nog puzzelen. Nou, dat wordt het. Stop. Heel veel stop. Stop met puzzelen. Stop met ademen. Oké, dit is iets. Dit is geen... Volgens mij moet je dit gewoon ergens neerleggen. En moet je zeg maar... Ja. Zo, en dan... moet je vliegen naar die plek waar je naartoe moet. Nou, dat klinkt hartstikke gezellig. En dit kan je hier opleggen. Hier zit iets voor. Oh, ja. Zie je, daar ga je vliegen. Oh, wat leuk. Maar kijk, hij gaat er steeds harder trillen. Ja. Oh, dan moet alles erop blijven liggen. En dan moet je dus vliegen naar een plek en dan... Er zit ook geen gebruiksaanwijzing bij. Nee, dit is onlogisch. En die geeft aan waar je naartoe moet met hoeveel vracht. Zie je? Hij moet naar het groene met 4 koppers. En dan is er nog iets van hoeveel je moet leggen. Oké, voordat we het spelletje gaan doen, wil ik nog even wat meer toelichting over wie er nou precies naast me zit. Dit is dus Codaaf. Hij had een tijdje geleden een video gemaakt over Bingo Town. Wat zei je er allemaal precies in? Ik dacht, nou, die video Bingo Town is dood. Dat is een grote leugen. En ik ga bewijzen waarom het. Ik ga mijn. Argumenten geven waarom ik denk dat het een leugen is. En ik had gelijk. Je had gelijk en nu zit hij in één keer hier. Bam! En we gaan lekker Max vrachtpiloot spelen. Rick, je zit al de achtergrond. Een spelletje te spelen. Ja, chill. Oké, we gaan even die dingen op een plek zetten. Ja. Rood is hier. Zullen we gewoon eerste ronde 1, tweede ronde 2? Ja, dat kan ook, ja. Alleen kan je deze op elkaar staan. Oké, we gaan beginnen. Eerste ronde, daar gaat ik... Wil jij beginnen? Ja, sure, is goed. Oké. Dus dan moet ik nu naar rood. Je moet hem even optillen en dan zie je waar je naartoe moet. Nou, nog steeds naar rood. Oké. Waar is die gebleven? Oh, die is daar. Dat kijk, en daar staat dan 1 op, toch? Ja, er staat daar ook 1 op. En dan moet ik gewoon zo... Ja. Hij draait ook wel mooi, hoor. En waar moet hij nu heen? Hij moet nu naar geel. Oh mijn god, turbulentie! Oké. Hij moet naar blauw. Naar blauw, oh die ligt lekker dichtbij. Maar dan hebben we een extra koffer erop, hè? Oh ja, extra koffer. Ja. Ga maar naar blauw. Ja, dat lukt wel hoor. Geen probleem. Hoppa. Misschien ook net goed. Nou moet hij naar? Ja, echt hè? Naar rood, dus dan moet hij terug naar de tafel. Ga gewoon vet snel. Oh, gaat goed. Moet er nou Oh ja, nu gaan we weer een extra koffer erbij. Ja, nou gaat het dus gewoon. Nou wordt het spannend. Oké, dat gaat mooi goed worden. Dan gewoon zo. Ah, kut. Dit is een spel voor kinderen, hè? Ja. Ik weet nog niet hoe het moet. Het is kapot. Om kinderen te leren tellen. Je moet weg. Verdwenen in tijd en ruimte. Ja, ik vind het heel hier zo. Oké, dan moet ik heen naar blauw. Moeten we ook nog een keer naar groen? Is het net boos geworden? Ja! Goed zo. Hoe kan een kind dit doen? Kom op! Ik heb al verder ontwikkelde motoriek. Dit is gewoon maar, mogelijk. Ja, eigenlijk zijn we gewoon hartstikke af. Maakt niet uit. Oké, we gaan gewoon. Door. Ik moet zo van einde door kunnen. Geel ligt daarboven, oké. Oké, misschien is snel toch niet de juiste tactiek. Nee, volgens mij ook niet. We gaan het nog één keer doen. Als ik deze heb geland, ja. Dan heb ik gewonnen. Oh ja? Ja, want jij hebt één keer gevallen. Jij hebt één keer gevallen en ik. Nee, jij bent 2 keer gevallen. Ja. En ik 1 keer. Ja, dus als je. Dus als ik deze land. Dan is het gelijk. Ja. Oké, nou, succes, Mike. Je moet naar rood. Ik ga naar rood. Ja. Zit groen er wel op? Ja, de groen is verboden geworden. Oké, let's go. Oh, gaat nog lekker. Oh. Gaat het goed? Hoe lang gaat het goed? Gaat het lukken? Oké, toch wel. Ik voel me
nog steeds een verliezer. Maar ik heb gewonnen. Man, man, man. Oké. Eigenlijk wil ik die medaille niet eens dragen. Ik heb geen eergevoel met dit spel. Als je een spel wil hebben met een piloot per se, ga dan voor Stef Stuntpiloot. Dat is wel grappig. Ik vond dit best wel een heel goed spel hoor. Ik weet niet hoe duur het is, maar ik zou er zo een miljoen hebben betalen. Hartstikke mooi spel. Het is natuurlijk ook een heel goed spel. Maar dat moeten we de kijkers niet laten. Nee, dan heeft iedereen het spel, dat is niet meer cool. Dan zijn er geen hipsters meer. Zeg maar even dat het een kutspel is. Het is echt een kutspel. Echt een kutspel. Niet kopen. Geen Max vrachtwagenpiloot. Nee. Vrachtwagenpiloot. Oké, nou het is dus een vreselijk spel waarbij je Parkinson simuleert. En het is voor kinderen. Wij zijn geen kinderen meer. Wij gaan eventjes dit weer spelen, want het was een super vet spel. Yes. En wij zien jullie de volgende keer weer. Klik even op dat blauwe duimpje omhoog. Klik even op abonneren. En kijk ook eventjes naar alle andere video's die we maken, want we maken hartstikke veel. En ik wil mijn gast bedanken voor het meespelen. Yes. Bekijk ook even zijn kanaal. Zijn linkje staat in de videobeschrijving. Roep nog maar even wie je bent. Kodaaf. Kodaaf. Yes. Met een K. Ja. En de rest spreekt voor zich. Nou, heel erg bedankt dat je er was. Ja, bedankt dat je En jullie bedankt voor het kijken. Zeker.